Dit is inmiddels nummer 1537 met een uitzending voor vandaag, 30 januari 2019. Het is het bulletin van woensdag. Vandaag twee foto's in de automatisch schakelende FL-Digi, zodat je RXID rechtsbovenaan ingeschakeld hebt. Verder is het satellietnieuws van PNL DOL dat iedere week op zondag brengt in de uitzending. En aan het eind daarvan hebben we een kort item in het Engels, zoals dat in de nacht van aanstaande zaterdag op zondag te horen zal zijn bij de Mighty KBC. PNL DOL, Delta Limolska. Om te beginnen, Origami Sat 1, die onlangs gelanceerd is, een 3-unit CubeSat uit Japan. Die is overigens vandaag plotseling een Oscar geworden. Fuji Oscar 98 heet die voortaan, op verzoek van de universiteit in Japan. En zo gaan we richting 100. Hè. Ik ben benieuwd welke de 100ste is. Je zou haast kunnen bedenken dat dat wel fase 3 of fase 4a zou kunnen zijn. Maar goed, dat hangt er vanaf. Maar goed, Origami Sat 1, oftewel Oscar 98 inmiddels, die heeft toch allerlei problemen. Ze kunnen niet echt handig werken met die satelliet, want hij valt er steeds weer uit. Maar gelukkig hebben ze hem zo gemaakt dat hij zichzelf reset één keer per dag. Dus als hij verdwijnt, komt hij gewoon weer doodleuk terug na een tijdje. En dan proberen ze weer van alles uit met die satelliet. Maar dan ineens gebeurt er weer iets geks en verdwijnt hij weer. Dus het is een beetje behelpen allemaal. Toch proberen ze verschillende modus en verschillende downlinks te testen. En eentje daarvan is de 5,84 gigahertz telemetrie downlink. En daar hebben ze zelf wat ontvangstproblemen. Ze nodigen amateurs uit om die downlinkers te gaan monitoren. Nou, daar zijn wel amateurs die daar eerder al succes mee gehad hebben met FITSAT 1 en Niwaka. Andere Japanse satellieten die dus ook op 5,8 gigahertz zaten. En nu hopen ze dat die amateurs het ook eens willen proberen met de nieuwe Oscar 98 dus. Want dan weten ze in ieder geval dat die downlink goed werkt. Die is misschien niet continu ingeschakeld. In eerste instantie hebben ze het boven Japan geprobeerd. Maar nu zou die ook boven de rest van de wereld misschien ontvangen kunnen worden. Desnoods moet je dat even afspreken met het commandostation in Japan. Dat ze een bepaalde omloop even inschakelen op die band. En dan kun je het gaan proberen. Nou, heel gedoe met die satelliet, maar wie weet. Op die hoge frequentie zit hij dus met 115 kilobits per seconde. En dan zendt hij 10 seconden en dan is hij 5 seconden uit. Dus dat moet je wel even in de gaten houden. Maar goed, verschillende amateurs willen het gaan proberen. Oscar 85 zijn ook wat problemen mee vanwege de beetje zwakke batterij inmiddels. Als hij te veel in de schaduw van de aarde zit, dan laat het niet voldoende op en dan wordt het allemaal lastig. Ze hebben hem nu een tijdje alleen in bakenmode gehad om de batterij de kans te geven op te laden. En nu hebben ze besloten toch weer het relais in te schakelen. En daar kunnen amateurs er gebruik van maken, als die het doet. Maar hij doet het nooit lang. Hij heeft toch de neiging om steeds naar safe mode om te schakelen. En dan is het relais weer uit. Maar toch proberen ze in Amerika dus die satelliet operationeel te houden zoveel als kan. Ondanks de beetje zwakke batterij dus. Mocht iemand telemetrie kunnen ontvangen, dan is dat zeer welkom bij AMSAT-NA. Dus als je iets van die telemetrie oppikt, dan graag doorgeven naar de server in de VS door gebruik te maken van de bijbehorende software. Vorige week al even over gehad, de ARIS DATV, digitale amateur tv zender in het Space Station, die was vorig jaar
defect geraakt. En die is onlangs met de Dragon van SpaceX naar beneden gekomen. Geland op in de, ja, eerst in de Stille Oceaan en later dus opgepikt. En ja, die zender is dus nou beschikbaar om, ja, om te gaan testen. Hij wordt naar Kaiser Italia gestuurd, waar die oorspronkelijk gebouwd is. En daar wordt die uitgebreid getest en gaan ze proberen erachter te komen wat er nou precies mis is. Als hij eenvoudig te repareren is, dan doen ze dat zo snel mogelijk en dan gaat hij weer het bureaucratische circuit in. En dan begint het hele gebeuren weer met het papierwerk om hem weer zover te krijgen dat hij geaccepteerd wordt voor de lancering naar het Space Station. Maar het is nu al duidelijk dat dat minstens een jaar nog gaat duren. Dus misschien volgend jaar in het voorjaar dat hij dan naar het Space Station gelanceerd kan gaan worden. Maar dat hangt er een beetje vanaf wat ze dus voor problemen constateren. Als ze ontdekken dat het heel moeilijk of niet echt goed te repareren is, dan kan het zijn dat ze het gewoon opgeven en dat ze dan overgaan naar een nieuwere, verbeterde amateur tv zender die ze eigenlijk al aan het voorbereiden waren. Dus dan laten ze deze gewoon maar zitten en dan gaan ze gewoon meteen over op een nieuwe. Nou ja, en die moet dan ook weer het hele circuit door en dan gaat dat ook weer mensen een jaar duren voor die dan weer gelanceerd kan worden. Dus even afwachten wat ze in Italië te melden hebben. Aresverbindingen, ja, er is er onlangs nog eentje geweest en daar staan er twee op de planning. Eentje is voor ons wel interessant. Nou, eigenlijk allebei, maar de eerste is met Portugal. Rechtstreeks met CS5SS vanuit het ISS met OR4ISS in het Space Station. En daar zit dan de Canadese astronaut David Saint-Jacques, KG5FII, en die gaat dan verbinding maken in het Engels met de school in Portugal op zaterdag 2 februari om 16:23 onze tijd. Dan kunnen we dus hier meeluisteren. Dan is op 5 februari weer een verbinding gepland, maar dan met een universiteit in Rusland. En dat zal ook een rechtstreekse verbinding zijn met RS-0-ISS. En daar zal dan de cosmonaut Oleg Kononenko actief zijn. Nou, kunnen we ook meeluisteren. Dus op 5 februari 9:25 onze tijd. Allemaal op 145-800. Ook is vanuit het ISS weer wat slowscan tv te verwachten, maar deze keer een beetje beperkt. In principe is dat weer zo'n Inter-MAI 75 experiment, dus van het Moscow Aviation Institute en zo. Dat zou dan gebeuren van 30 januari tot en met 1 februari. Maar niet continu. Ze zullen alleen maar af en toe tijdens een passage over Europa, als die binnen het bereik is van Moskou, de zaak tijdelijk inschakelen met slowscan. Dus hier boven Europa, ja, dan gaat het wel lukken. Wij hebben dus het voordeel dat we dan die beelden ook kunnen ontvangen, maar de rest van de wereld heeft er niet zoveel aan. Dat zou dan gebeuren op die dagen, maar misschien niet elke dag, maar als het gebeurt is het tussen 14:00 en 20:00 onze tijd. Op 145-800 met slowscan tv. En die, ja, die beelden kun je dan ook weer oppikken. Ja, Amsat natuurlijk met zijn 50-jarige bestaan, allerlei awards hebben we het over gehad, die je dan in het kader van de viering van dit gebeuren kunt proberen bij elkaar te zoeken. Het Fox 1 CubeSat model, 1-op-1 schaalmodel, te koop bij Amsat in de winkel. Nou ja,
verder allerlei satellietactiviteiten in de VS buiten ons bereik. Hebben we niet zoveel aan. Nou, verder willen ze in Australië nu ook een lanceerbasis gaan maken. Ze hadden er vroeger natuurlijk alleen, Woomera, maar die is al heel lang niet meer actief. En dat is nu een militair terrein. Maar er komt nu een commercieel lanceerbasis. En die moet aan de zuidkust van Australië op een passagiereiland komen. De Whalers Way Orbital Launch Complex. En daar willen ze dan kleine raketten gaan lanceren. Eigenlijk zo'n beetje als in het buurland Nieuw-Zeeland, waar ze dus recentelijk zijn begonnen met lanceringen van de Electron-raket van Rocket Lab, waarmee ze dus allerlei kleine satellieten kunnen lanceren. Nou, een soortgelijke actie willen ze ook in Australië doen. Wordt dus een directe concurrent, zeg maar, hè, van de lanceringen in Nieuw-Zeeland. En ja, er wordt aan gewerkt en ze beginnen eigenlijk nu al met de bouw van de lanceerbasis. Ze hopen hem zelfs aan het eind van het jaar al operationeel te hebben. Kunnen ze al met de eerste lanceringen beginnen. Nou, dat zal wellicht wel wat uitgesteld worden, dus het zal wel volgend jaar worden. Maar toch, Australië gaat ook meedoen. En dat gaat op steeds meer plaatsen gebeuren. Ook in de VS willen ze meer bases bouwen. En de Engelsen die zijn ook bezig. Die willen aan de noordkust van Schotland een lanceerbasis bouwen enzovoort. Nou, een heleboel mogelijkheden straks voor lanceringen van kleine satellieten. Dus dat kan voor ons interessant worden met alle CubeSats en dergelijke satellieten die dus steeds meer gelanceerd gaan worden. Verder, de Nexus satelliet is dat is een van de CubeSats die onlangs gelanceerd is. Die doet het prima. Die wordt aan alle kanten getest. Het schijnt dat ook het relaisstation wat erin zit al tijdelijk aangezet is geweest. Verder zit hij prachtige foto's naar beneden te sturen. Daarnaast ook slowscan beelden. Dus dat gaat allemaal goed. Dat lijkt een interessante satelliet te gaan worden als die binnenkort echt operationeel wordt. En in Japan zijn ze daar heel trots op, allerlei video's en zo op internet te zien van de bouw en de lancering enzovoort. Nou, even kijken. Ja, er gaat ook wel eens wat mis met satellieten, zoals met Orbcomm. Dat is een van de constellaties van communicatiesatellieten voor satelliettelefooncommunicatie, zeg maar. En onlangs is een van de satellieten in die constellatie ontploft, zeg maar. Die is in stukken uit elkaar gevallen. Daar worden nu 34 brokstukken gevonden in de baan rond die satelliet. Maar goed, er gebeurt meer. Ook in de geostationaire baan is een keer een satelliet uit elkaar geklapt en daar hangen ook nou een heleboel brokstukken die overigens nog niet getrekt worden. Daar zijn nog geen parameters van. Maar goed, het is een heel gedoe. Even kijken, ja. Verder. India. Ja, India, er is afgelopen week dus weer een lancering geweest van een PSLV. En daarbij is ook weer een, bijna amateursatelliet gelanceerd. Het ging eigenlijk om een lancering van een militaire spionagesatelliet. Die is door de PSLV via de trap van de raket in een lage baan afgeleverd. Ruim onder 300 kilometer. Want die wil dus goed foto's kunnen maken. Daarna is de rakettrap van die PSLV naar een veel hogere baan gegaan.
En daar is dan Kalamsat V2 actief geworden. Die satelliet is niet losgekoppeld van die bovenste trap, van de vierde trap, maar die is er gewoon aan blijven zitten. En ja, dat is een satelliet die gemaakt is door studenten, scholieren in India. Die zijn er heel enthousiast over enzovoorts. En dan wordt er heel veel publiciteit aangegeven. Vooral is het interessant wat ze daarover melden, want ze beginnen heel trots te vertellen dat ze nu een wereldprimeur hebben. Een echte first, want ze hebben nu de allerkleinste en allerlichtste satelliet aller tijden gelanceerd, zeggen ze. Want het gaat namelijk om een kubus van 10 centimeter met een massa van 1,25 kilo. Dan denk ik, ja, die hebben dus de afgelopen tientallen jaar, of zeker 10 jaar, wel flink zitten slapen. Want die hebben dus kennelijk nog nooit gehoord van CubeSats. Want die zijn er dus al een paar honderd gelanceerd, dacht ik. En die zijn dus ook 10 centimeter kubussen met zo'nzelfde massa. Dus, maar goed, zij denken nu de eerste te zijn. Maar hoe dan ook, die CubeSat die zit dus vast aan de vierde trap. En die heeft geen zonnepanelen en die werkt dus alleen op batterijen. Maar ja, helaas, die batterij die was na 15 uur al leeg. Dus de dag na de lancering was het verhaal al afgelopen. Dus het was wel de bedoeling om die scholieren en zo daarmee te laten spelen en zo. En ook amateurs zouden dan die satelliet mogen gaan gebruiken voor communicatie. Maar ja, als die maar 15 uur actief is, dan schiet dat niet echt op. Dus het was ook helemaal niet bekend op welke frequenties die dan actief zou moeten gaan worden. En er is ook niemand die iets gehoord heeft. De frequenties waren overigens helemaal niet bekend. Ook niet gecoördineerd door de IARU, dus dat is allemaal heel vaag. Maar hoe dan ook, het project is alweer afgelopen. Dus dat is allemaal heel snel geregeld. Nou, andere amateursatellieten eigenlijk allemaal actief, zoals gebruikelijk. Falconsat 3 met 9600 baud packet te gebruiken. Oscar 7 meest in mode B, af en toe schiet hij naar mode A door overbelasting. Oscar 92 weer vandaag in mode LV, de rest van de week in mode UV. Oscar 95 nu in mode UV. Nog steeds alleen telemetrie, want die is dus niet goed, helaas. Oscar 11 de hele week uitgeschakeld geweest, dus die zal volgende week wel weer gaan werken. Oscar 29 doet het prima, de XW2 satellieten, CAS 4 A en B, allemaal operationeel. Oscar 50, de FM Relais satelliet doet het prima. Oscar 73... nu weer in het schema dat hij in het weekend beschikbaar is voor amateurs en de rest van de week alleen telemetrie. Nou, Oscar 85 hebben we het over gehad. Die proberen ze dus ingeschakeld te houden, maar dat lukt niet altijd. Oscar 88 is bruikbaar. Oscar 91 ook. Doet het allemaal prima. En is het nog wachten op Oscar 97... Die zou langzaam maar zeker zover moeten zijn dat die operationeel gemaakt kan worden. Daar wordt aan gewerkt, maar het is nog niet zover. ICO schijnt nog wat problemen mee te zijn. Oscar 84 doet PSK-relais het allemaal best aardig. En Nexus is nog afwachten. Dus nu nog telemetrie, maar die zal binnenkort misschien ook operationeel worden. Nou, Space Station alleen af en toe dus bijzondere activiteiten zoals ARIS, maar momenteel dus nog geen packet activiteiten meer. Met Suhail 2 gaat het ook goed. Die satelliet die wordt nog steeds getest in de buurt van zijn uiteindelijke positie. Hij zit nog net ten westen van zijn uiteindelijke positie 26 oost. Maar hoe dan ook,
Alle systemen, zowel de commerciële als ook het amateurrelay, worden regelmatig getest. De commerciële kant van de satelliet is zo goed als klaar. Ze hebben daar nog wat testen gedaan met video en andere. Sommige kanalen lijken al helemaal operationeel. Dat gaat dus om televisie-relayeringen voor het Midden-Oosten en Afrika. En er beginnen al een heleboel van dat soort kanalen actief te worden nu. Officieel wordt gemeld dat de satelliet op 31 januari vrijgegeven wordt voor commercieel gebruik. Dus dan is het al zover. Dan gaan dus echt in principe alle uitzendingen beginnen. En dan kunnen er dus allerlei televisiestations worden ontvangen via de satelliet. Het amateurdeel, dat kan misschien iets langer duren. Ik neem aan dat dat dan ook vrij snel daarna kan. Dat die dan dus begin februari vrijgegeven kan worden voor amateurgebruik. De signalen die dus nu al ontvangen zijn, die klinken prima. Goed sterk bij de meeste amateurs die zich daarop voorbereid hebben. Dus dan kan die meteen gebruikt gaan worden. Maar helaas gaat dat dus niet in alle landen, want er zijn landen waar de 2,4 gigahertz band waar de uplink zit niet mag worden gebruikt of alleen met zeer laag vermogen. Sommige landen moet dat dan iets geregeld worden met een speciale toestemming. Maar bijvoorbeeld in Zweden hebben ze het probleem dat ze in die band niet meer dan 100 milliwatt output mogen hebben. Ja, daarmee kun je geen verbinding maken met die satelliet. Dus dat wordt even lastig. Dus daar zijn ze nu bezig met onderhandelingen vanuit de amateurvereniging. Om te kijken of dat toch speciale dingen geregeld kunnen worden. Dat ze toch die satelliet zouden kunnen gaan gebruiken later. Nou ja, begin zal dat dus nog niet lukken. Maar misschien dat ze later toch nog iets van een toestemming krijgen. Goed, Space Station drukte met allerlei experimenten. En onder andere ook met die opblaasbare module van Bigelow. Die zit er nou al een paar jaar aan en hij doet het nog steeds prima. Ze hebben hem weer eens opengemaakt en geïnspecteerd en hij houdt zich goed. Ze gebruiken hem voorlopig gewoon als opslagruimte. Ja, als een grote kast, zeg maar. Ja, van de week is een Progress vertrokken met afval. Losgekoppeld en een paar uur later naar beneden gedoken en verbrand in de atmosfeer. Allemaal probleemloos verlopen. Binnenkort vertrekt ook weer een Cygnus module. Met ook weer een hoop afval en die zal dan ook verdwijnen. En dan is het weer eventjes wat rustig aan het station. Dus verder alles regulier. Allerlei andere lanceringen te verwachten. De eerste testlancering van de Crew Dragon van SpaceX. Een onbemande vlucht nog naar het ISS om te testen. Die zit eraan te komen. De raket staat al klaar met de Dragon daarbovenop. De generale repetitie is al geweest, zeg maar het testen van de eerste trap, want dat doen ze altijd bij de Falcon 9. Altijd wordt de eerste trap even apart getest en dat is al gedaan, dat is allemaal goed. Dus nu is het wachten op de lancering ergens in februari, waarschijnlijk midden februari, maar dat is nog officieel nog niks bekend. En dat hangt ook af van allerlei papierwerk, wat dus nu allerlei vertraging opgelopen heeft afgelopen week. Maar goed, dus die lancering zit er nog steeds aan te komen. Verder afwachten wat ze in China gaan doen met CAS 5A en B en CAS 6, die al klaarstaan voor de lancering. Maar het lijkt erop dat CAS 7A en B en nog andere satellieten misschien al op 5 april gelanceerd gaan worden. Die zouden zelfs eerder kunnen zijn dan CAS 5A, B en CAS 6. Beetje raar, maar we moeten het even afwachten. Nou, verder
lanceringen van bemanningen naar het Space Station. Even wachten, dat wordt dus eind februari of ergens in maart. Maar dat zal ook weer van allerlei andere dingen afhangen. Is nu nog niet definitief gepland. Goed, dat zijn even de dingen van deze week. Oh, wacht even, ik vergeet inderdaad een aantal dingen. Want, Oscar 94 bij de maan, die is dus alweer actief aan het worden. Na die periode dat ze even stil wilde zijn vanwege chitchow en dat soort dingen. Maar nu hebben ze besloten weer actief te maken. Er is weer een plan voor de komende dagen. De 29e, 30e januari en 1 februari zal die weer uitzendingen gaan doen van 2 uur. En alleen die van 30 januari is binnen ons bereik, maar dan laag in het zuidwesten. Tussen 10 uur en 12 uur 's morgens onze tijd, de 30e, dan kun je hem ontvangen. Overigens is inmiddels bekendgemaakt dat Oscar 94 onlangs een manoeuvre uitgevoerd heeft om zijn perilunepunt te verlagen, dus het laagste punt van zijn baan. En dat hebben ze bewust gedaan om te zorgen dat hij dan later dit jaar op het maanoppervlak te pletter zal slaan. Waarschijnlijk ergens rond augustus, dan is het dus afgelopen. En dat doen ze bewust om space junk, hè, dus ruimterommel in de baan van de maan, te vermijden. En daar willen ze vanaf. Dus kennelijk zien ze aankomen dat die satelliet het niet meer zo heel lang zal houden, of zo. En ze willen geen risico nemen dat ze hem dan niet meer kunnen bereiken. Dus hebben ze nu al bedacht hem vast in een lagere baan te brengen. En door het... door allerlei effecten gaat die baan dan zodanig veranderen dat het laagste punt onder het oppervlak van de maan komt, oftewel hij stort neer. Maar verder zal hij tot die tijd nog gewoon operationeel blijven. En dus nog telemetrie uitzenden, foto's enzovoorts. Dus mocht je nog iets willen met Oscar 94, dan moet je vlug zijn. Dat kan nu nog. En... ja, verder dingen bij de maan is mij niet veel van bekend. Het schijnt dat dus het maanwagentje en de maanlander Chang 4 nu even in de winterslaapstand zitten vanwege de maannacht van 2 weken. Dus er gebeurt nu even niks. Alles is uitgeschakeld. En... in hibernation mode en dan straks als het weer in de zon komt allemaal, dan begint het weer. En ja, Chichou die doet het verder prima, die wordt gewoon ontvangen. Die blijft nog steeds een telemetrie uitzenden op S-band en kennelijk ook op X-band. Dus dat blijft werken. This is Peter John with the DX Headlines. The mighty KBC has been known to do some of their broadcasts in DRM, Digital Radio Mondiale. DRM is a way to broadcast digitally on an AM channel on medium wave and short wave, and since DRM Plus came in 2009, also on VHF in either the bands for FM broadcast or DAB. The development of DRM took place by the so-called DRM Consortium, which was established on March the 4th, 1998, by 20 of the most important radio companies, leading broadcasters and manufacturers. This consortium has a special official status at the ABU, the European Broadcasting Union. DRM is an open standard, just like telecom standards DRM, Tetra and DPMR, and is registered with the European standardization body ETSI. The standard is intended for worldwide use and is also included in the ITU recommendations as a broadcasting technique. A DRM signal is broadcast with OFDM, orthogonal frequency division by multiplexing, also referred to as discrete multitone modulation, which consists of several audio carriers next to each other. One of the main goals of DRM is to create a better sound with less interference, also performing better than AM in range and possibly in stereo. The standard can be tweaked to a large extent for the propagation conditions and, for example, for broadcasting several programs simultaneously.
It is possible with DRM to accommodate up to 4 services in one broadcast on a single AM channel or twice as wide. Such a multiplex can, for example, consist of 3 different radio programs with multimedia services belonging to these programs, as well as data. DRM was considered a failure for a long time. It still plays a role in the margin in our part of the world. There is as good as no more receiving equipment available, but it is still possible to broadcast at different transmitter locations, and there is a good software for reception, for example for the familiar SDR reception with a DVB-T stick. DRM has quite surprisingly been on the rise in countries such as India and a few other regions. There are some receivers available in that part of the world, but they don't comply with European and US rules, and without that they can't be sold there legally. But that can also be a matter of time. This was Peter John for the DX Headlines on the mighty KBC. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Thank you.
microfoon naar de toer.